Las Vegas. We beginnen met een kijkje in Hotel Flamingo. Een uitstekend hotel. Maar je moet bij het inchecken wel even geduld hebben. In de grote achtertuin vind je mooie zwembaden en, omdat veel Amerikanen hun hond meebrengen, ook een hondenuitlaatplek. Een openluchtrestaurant biedt dames, onder voorwaarden, zelfs gratis eten aan. Ome hond, hou maar weg jongen. Natuurlijk ontbreekt ook een kapelletje niet. Evenals flamingo's, eenden, vissen en papegaaien. Via een zijuitgang komen we in een gezellig straatje, net aan het einde een enorm reuzenrad. Vandaag gaan we in noordelijke richting de Strip, die officieel Las Vegas Boulevard heet, verkennen. Geniet van de luxe en extravagante bouw. Nu zijn we in Venetië, compleet met het Dolfijnpaleis, Ponte Rialto en gondels. De kamers in al deze hotels zijn redelijk geprijsd omdat zij weten dat de gasten een leuk bedrag uitgeven aan de eenhandige bandieten, de speeltafels en roulettes in hun casino's. Omdat de security is opgeschroefd is het niet mogelijk beelden van de speelzalen te tonen. We grijpen daarom terug op archiefbeelden zodat u toch een indruk krijgt van de vele rijen speelautomaten en goktafels. Wettelijk is vastgelegd dat een bepaald hoog percentage van de inleg uitbetaald moet worden. Toch blijkt de rest voldoende om de drankjes en hapjes en al deze buitensporige luxe te betalen. Via een luchtbrug en dit winkelcentrum gaan we terug richting hotel. Als u aardig gewonnen heeft is het niet moeilijk uw geld weer uit te geven. How are you today? Ready to laugh? In dit shoppingcenter zijn alle roodrappen voorzien van een bord. Ik had dit nooit eerder gezien. Eigenlijk zijn het dus wentelroodrappen, of we zitten gewoon wenteltrappen. Terug in het hotel mogen we weer in de rij staan voor het diner. 'S'avonds ziet alles er weer anders uit. Gelukkig is het in maart al vroeg donker. De luchtbruggen eindigen bijna altijd op de eerste verdieping van een duur winkelpaleis. In de voortuin van dit hotel bevindt zich de grootste fontein ter wereld. De op één na grootste vindt u in Dubai, en de derde in grootte is in de Efteling, de enige die ik nog niet heb gezien. Vegas yet? Morgen is er weer een dag. Dan gaan we met een monorail die via een achteruitgang en een arcade bereikbaar is de zuidelijke kant van de strip bekijken. Every 7 minutes. Please stand clear. De lijn loopt parallel aan de strip en we kijken uit op enorme parkeergarages die zich achter de hotels bevinden. We stappen uit bij dit hotel. En bereiken zo nog gauw een kopie van het vrijheidsbeeld. Ik hoor een mevrouw achter me zeggen: in Vegas maken ze ook werkelijk alles na. Werkelijk alle grote en beroemde merken zijn op de strip terug te vinden. Deze pilaren zijn ijspilaren die van binnenuit gekoeld worden op min 21 graden Celsius. Ik ben Siri, uw bereidwillige spreker van Apple's iPhone en iPad.